Dit gebouw is zo bijzonder door de functie die erin komt. Faculteit Geowetenschappen, dat houdt zich bezig met de aardlagen en de aardkorst. Dat hebben we tot inspiratie gebruikt voor de gevel. Vooral de dynamiek van de gevelbanden vonden we heel belangrijk. De plooiingen van de gevel, dus je ziet heel duidelijk de structuur en de textuur die je ook terugziet in de aardkorst. Ja, wij van Belbouw hebben hier bij de faculteit Geowetenschappen zorg gedragen voor de gehele gevelbekleding. Wat bijzonder is geweest tijdens de bouw van dit project is, aangezien het 25 kilometer profielen betreft, 12.500 exemplaren, is het vrij ingewikkeld geweest om dit aan te voeren naar de bouw. Dus hebben we gekozen om een bouwhub te creëren, niet ver van de bouwplaatsen vandaan, om daar alle profielen te verzamelen, te sorteren en vervolgens in dagproducties naar de bouwplaats te transporteren. Doordat er gekozen is voor een extrusieprofiel van het aluminium zijn de profielen eigenlijk heel mooi strak gebleven. Je hebt echt een goede beleiding van zowel verticaal als horizontaal. En dat lijnenspel zie je heel duidelijk terug in de gevel. Zo van dichtbij als van de afstand komen die goed tot uiting. Doordat het een blind bevestigd systeem moest zijn, hebben wij in huis als Belbouw zijnde een systeem ontwikkeld waarbij eigenlijk de profielen achter elkaar haken. En er dus geen plaatverdeling of profielverdeling zichtbaar is en dus ook geen schroeven zichtbaar zijn. Het project is echt heel bijzonder en dat komt door de grijze kleur. De grijze kleur ontstaat door een interferentie-effect. We maken van de anodiseerlaag een prisma en kaatsen eigenlijk grijs licht, wat ligt tussen blauw en violet, terug naar het menselijk oog. Groot voordeel van de interferentietechniek is dat het 100% UV-bestendig is. Dus het is extreem duurzaam. En waarschijnlijk als je na 80 jaar bij dit gebouw zou terugkomen, zou de kleur nog identiek zijn aan de kleur die het momenteel heeft.